Jaraski hier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life Golden, puntje, puntje, puntje. In deze serie moeten wij natuurlijk de ABR 223 goud proberen te halen. En wat wij daar op dit moment voor moeten doen, zijn headshots maken. We zitten al op de helft, want als je bij de camo's kijkt, dan hebben wij op dit moment precies 50 headshots gehaald. Van de 100 headshots die wij in totaal nodig hebben voor de eerste aantal uitdagingen. Onze class ziet er als volgt uit, nog steeds eigenlijk hetzelfde. We hebben op de ABR staan de Reflex Sight, de Quick Draw, de Stock en de Extended Max. En we gaan gewoon weer proberen om zoveel mogelijk headshots te maken. Het is met dit wapen redelijk makkelijk. Dus ik hoop ook dat het vandaag opnieuw makkelijk gaat zijn. Maar we gaan het vanzelf zien. Dus als je het nou leuk vindt, ram natuurlijk zo'n keihard op lijn. Dat zou ik super, super doof vinden. En op naar het eerste potje. Daar gaan we dan in ons allereerste potje op de map Militia. Dit is een hele fijne map voor deze AWR. En wat ik doe is ik ren dwars door het midden. Ja, scheid eraan. We gaan gewoon dwars door het midden. Dan zoomen we meteen hierin. Komen de enemies of komen ze niet? Ik probeer op het hoofd te schieten. Zag ik dit? Ging helemaal fout. Die teammate heeft nu de kill gemaakt, wat ook wel logisch is. Maar ik schoot letterlijk alles mis gewoon. Waarom zijn die hoofdjes ook zo klein? Kunnen ze niet een speciale game mode toevoegen? Dat je gewoon opgeblazen hoofdjes of zo hebt. Dat is veel makkelijker. Daar kon ik geen headshot maken, want hij sprong namelijk net. Beetje in een slechte timing. Dat is wel een headshot. En dat is een saug. Dat is jammer. Ik krijg heel veel terugslag door die saug. Dus daardoor kon ik hem ook niet meer raken, helaas. Oh, Nightmare Go, want hij loopt er al. Ik heb er één gestunt. Hostile attack deploy beacon online. Hij komt, ze komen twee hier. Ik moet naar achter. Headshot. Ja, weer één erbij. Awesome. Karretje gaat erin. Dan ga ik er achteraan. Oh, nee, er zit nog één zelfs. Headshot. Let's go. Let's go. Ik had hem al snel afgepakt gewoon. Heerlijk. Oké. Okay. Oh. Waarom sta je hier? Jongens, wat doen jullie hier? Dat hele enemy team speelt in het midden. Ik denk dat ze een spawnbeacon hebben. Dan heb ik het niet gehoord dat ze daar een spawnbeacon neer hebben gezet. Maar dat, dat was een beetje random, helaas. Ai, jammer. Saugman is ook neer. Nee, er stond hier blijkbaar een spawnbeacon. Want anders konden ze nooit allemaal mid-map zitten, natuurlijk. Dus dan is het ook wel weer logisch dat er een spawnbeacon stond. Maar ik had het helemaal niet gehoord. Meestal let ik er goed op. Weer een headshot erbij. Maar deze keer een keertje niet. Maar ja, een extra dekje, weet je, wat maakt het uit, joh. Ik weet dat er twee man nog in de kerk zit. Wat een timing. Wat een timing. Ze kwamen niet. Toen dacht ik bij mezelf, zou ik erop afrennen? Dus ik ren erop af. En precies op het moment dat ik erop afrenne, kwamen ze alle twee het hoekje om. Tegelijkertijd. Dat is echt Call of Duty timing. Headshot. Awesome. Weer één erbij. Dan loop ik even naar mijn teammate toe, want ze zitten hier namelijk. Kom maar naar binnen. Kom maar naar binnen. Headshot. Dankjewel. Oppassen voor dat stomme ding. Dat is geen headshot helaas. We gaan wel lekker zo met die hoofdschoot. Ik ga toch even mijn riotshield activeren. Anders vind ik het zonde namelijk. Als ik hem niet gebruik, vind ik het altijd zonde. Maar ja, nu telt het natuurlijk niet mee voor het wapen wat we hier doen. Maar het, ja, het telt wel gewoon mee voor de kills. Als vind ik het zonde, weet je. Je haalt die riot shield, dan wil ik hem wel altijd gebruiken ook eigenlijk. Ik had er zo'n gevoel dat ik naar buiten zou springen. Er zitten drie man sterk hier binnen. Oh! Gebruik die zijn grab slam om hem te killen. Fair enough, bro. Fair enough. Je hebt de kill. Ik ben trots op je. Ik heb hier ook twee kills. En ik kill mezelf? Huh? Huh? Even zonder grap. Hoe kan ik mezelf killen als ik helemaal niet in de afstand van die hellstorm stond? Ze hebben een snipers net. Serieus. Teammates, wat zijn jullie aan het doen, jongens? Dan blijf ik 100% zeker even hier binnen zitten, want ik kan nu ook gewoon niet meer naar buiten. Want de vaan hebben op een of andere mysterieuze wijze een snipers net gehaald. Ik weet niet hoe. Maar ik weet wel dat ze hem hebben gehaald. Dus ik kan nu niet meer naar buiten, want dan killt hij me natuurlijk. Maar daar baal ik wel van, want het liefst ren ik gewoon dwars door die map heen. Maar ja, ik weet het even niet meer. Ja, ik kan niet naar buiten rennen, jongens. Teammate gaat dood. Ik durf het niet naar buiten te gaan.
Want ik weet dat die sniper 6 me gaat killen. Hij moet altijd mij hebben ook namelijk. Ja, ik moet blijven zitten. Het is heel zielig nu. Maar ik kan er ook eventjes niks aan doen helaas. Ik heb geen blind eye of iets aanstaan op deze class. Is misschien wel handig om aan te zetten. Oh, zag je dat lasertje? Oh, zo. Teammate maakt een double kill met zijn trip mine, joh. Wat een gek. Headshot. Dank u. Vooral stil blijven zitten. Dat vind ik heel fijn namelijk. Oh. Zo, jij was me even scheef, joh. We waren ook nog een kuitruvies. Dus ik zag ook niks meer op mijn minimap. Maar die snipersnest is vervelend, joh. Ga naar binnen, jongens. Want ik ga erdoor gekild worden. Ben ik word gekild hier? Niet doen. Schiet op iemand anders. Dankjewel. Pas op. Hij is binnen namelijk. Headshot. Let's go. Weer één erbij. Gaat lekker zo. Volgens mij is die snipersnest ook alweer weg. Maar ik weet het nooit zeker. Dat is ook een hond achter me. Oh nee, hè. Teammates, kill de hond. Altijd focus op de hond. Altijd focus op de hond. Daar komt ie. Ik ga naar buiten. Rennen. Pas op voor de hond. Jongen, nee, die hond gaat weer achter. Help. Help, die hond zit achter me aan. Teammates. Zit die hond nog steeds achter me aan? Ik weet het nu niet meer. Ik ben gewoon helemaal weggerend. Had het op mij gemunt, zag je dat eens even? Holy knetter, joh. Ah, dat was wel een headshot. Ja, weer één erbij. Dit gaat goed. Count UAV in de lucht. UAV in de lucht. Er staan ook nog eens voor op het moment. Dus dat vind ik ook nog wel leuk eigenlijk. Ninebang erin. Dankjewel. Ninebang werkt altijd nog steeds, hè. Dat is echt heel erg fijn gewoon. En dit sprongetje moet je kunnen halen als het goed is. Ik ga het toch een keer proberen. Ja, zie je wel. Ik heb dat letterlijk nog nooit gedaan, maar ik zag het bij iemand anders. Dat je dat sprongetje gewoon kan halen. Dus dan weten jullie dat nu ook meteen. Je kan het halen. Het wel een beetje hoog springen, maar je kan het halen. Oké, please ren gewoon door. Teammate, dan moet je niet mijn kills af proberen te pakken. Want ik richt heel rustig op het hoofdje. Het is echt moeilijk hoor, af en toe. Want je moet natuurlijk ook snel zijn. Oh, nog eentje erbij gepakt. Want anders pak je teammates je kills af. Of ga je gewoon dood omdat je alles misschiet. Maar ik wil wel zo snel mogelijk zoveel mogelijk headshots maken. Maar het is af en toe nog best wel lastig. Want je mist ook echt veel meer kogels als je op die manier schiet. Maar we hebben wel de killcam. We hebben ook nog een spotje gewonnen. En dat was natuurlijk niet het enige potje van vandaag. Want we spelen nog een tweede game erachteraan. Dus heel veel wachten op deze prachtige... Was dat een headshot? Oh, deze prachtige kill. En dan gaan we door naar het volgende potje. De volgende game gaat van start. En ik moet je even eerlijk toegeven. Ik heb hier tussendoor ook nog een potje gespeeld. Maar daar zat letterlijk iedereen te campen. Daar heb ik 4 headshots gemaakt. En in het vorige potje 14. Dus we hebben nu 18 headshots erbij. Dus dat is natuurlijk wel een heel mooi aantal. En zo gaan we ook echt heel, heel erg snel. En hebben we die 100 echt binnen no time binnen gewoon. Komt 3 man hier. Komt 3 man hier pushen. Kom dan. Kom dan, want ik durf niet dichterbij eigenlijk. Ik gooi mijn Nijmeng. Oh, het zit erboven. Het zit erboven ook. Hij is naar beneden gegaan. Nee, hij spreekt gewoon door. Nee, hij was genijmengd. Dus ik dacht, ik neem mijn tijd. Rustig even op het hoofdje richten. Dan gaan we daarna wel verder kijken. Maar nee hoor. Hij spreekt gewoon volle vaart door. Nou, het is er wel gelukt om het killen. Dus eerlijk is eerlijk. Ook al spreekt hij keihard. Het werkte. En als iets werkt... Dan mag je er natuurlijk eigenlijk geen commentaar op leveren, vind ik altijd. Zit er nog één daar, zit er nog één daar. Team, ik heb je hulp nodig. Ik heb er één. Teammate heeft er ook nog één. Ik heb hem gehit, maar niet dood. Nee, ja! Ah! Er stond een muurtje voor. Ah! Ik weet dat ik die kills wel krijg als ik gewoon op de borst schiet. Of waar dan ook op het lichaam schiet, maar... Ik moet die headshot maken gewoon. Daar gaat het om, jongens. Dat is alles wat telt gewoon. De rest is allemaal bijzaak. Alles wat telt zijn de hoofdschoten. Nou, dat was geen hoofdschot gelukkig. Helaas, sorry. Gelukkig helaas. Groot verschil. En mijn rug. Jammer, 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 jammer. Hij heeft de kap 45. Nice, die heb ik ook. Hij leeft alleen nog steeds. Hij zit nog steeds hier binnen. Hij is naar beneden gesprongen. Die vent die rent me er ook wat op af, joh. Kijk, daar is er weer één binnen. Nu nam ik wel even mijn tijd ervoor, hoor. Spijt me zeer. Nu nam ik heel erg mijn tijd ervoor.
dan... Oh, in mijn rug weer. Nee, wel alle tweede kanten. Oeh, ik sta daar niet veilig gewoon. We zijn nu ook gecounter-reviewd. De enemies zijn best wel hard aan het knallen op die manier. Maar dat komt meer omdat ik zelf een ABR in mijn handen heb. En die vijanden die hebben... Eentje heeft een saug en ander heeft volgens mij nog een Spitfire of zo in zijn handen. Dus dat is best wel lastig met die ABR daar iets tegen te kunnen doen. Headshot. Ik heb hem niet eens... Hij is wel heel erg weak. Eén kogel en hij was dood geweest. Headshot, dankjewel. Kijk, dat is er wel weer één. Maar het maakt het ook wat lastiger gewoon omdat ik met dit wapen speel. En de vijanden natuurlijk submachines in hun handen hebben. Oh, maar er is er wel weer eentje bij. Let's go. Weer één. Hoppatee. Awesome. Kijk uit, teammate. Ik gebruik toch maar even mijn riot shield. Want ja, zoals ik al zei, anders vind ik het zonde. En ik ga toch meteen dood. Dus ik heb er ook helemaal geen reet aan. Maar ik weet wel nu dat ze hier zijn ingespannen. Dus we kunnen weer het hoekje om. Geen headshot helaas. Hij staat er wel te campen. Zo. Wow, wow, wow. Rustig. Rustig jij. Hop. Over de map heen. Dan gaan we hem pushen. Ik heb er twee gestunt. Ik ben wel geraakt helaas. Dus ze weten dat ik hier aankom. Headshot. En ik ben dood. Ah, jammer, 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 jammer. Die Nijmegen was ook al lang uitgewerkt. Maar ze hebben wel weer eentje erbij. Dus die 13 maakt me dan ook niet uit. Ah, kom op. Kom op. Het is zo moeilijk af en toe. Het is zo moeilijk af en toe. Daar schoot ik even niet op de hoofd. Daar had ik even geen zin in gewoon. Oh, dan ga ik helaas alsnog dood. Die zuigt, die kilt me heel de tijd. Maar ik weet dat als ik gewoon normaal zou spelen... En ik zou niet alleen maar op dat hoofdje richten... Dat ik hem al lang 100 keer had gekild. Maar het maakt me ook niet uit als ik dood ga. Als ik hem maar weer in binnen heb. Dat is het enige wat telt gewoon. That's all that matters, man. Oké, ze moeten hier inspannen. Ja, yeah, dat is een goeie. Ik ben zelf ook hard gehit. Ik moet hier weg, want sowieso ze komen weer in mijn rug. Ja hoor. Hij staat er alweer hoor. Hij stond met zijn tijd dat je alweer achter de head glitch. Ik ga mijn Nijmegen gooien en dan ga ik erop af. Headshot. In mijn rug. Wel een nieuwe camo erbij, Dodo. Dan zijn we dus bij de 75 headshots aangekomen. Dus dat is een heel goed teken. Dan heb ik er nu al 7 volgens mij binnengesleept, dit potje. Dankjewel. Nee, ik heb de kill niet eens. Nee, ik heb de kill niet eens. Help. Ik heb wel net. Nee, dat was geen headshot. Ah, wat een game is dit? Dit is echt intensiviteit, jongen. Dat is niet normaal. Alleen die deads. Ik baal er ook wel weer van, als ik eerlijk ben. Ik vind het niet erg, maar... Nee, nee, nee. Niet weer op mij af. Ga even op iemand anders af. Hond. Je ging het vorige game ook al alleen maar achter mij aan. Er zijn ook andere mensen in de lobby die je kan killen, hè. Ik stond naast je. Hij had helemaal door ik naast hem stond. Hij stond rustig zo warm machine te schieten. Pew, pew, pew. En ik stond gewoon naast hem. Oh, heerlijk joh. Ik denk dat we ongeveer... Ja, 8 headshots dit potje hebben gemaakt. Dat valt wel mee hoeveel dat er zijn. Maar ik werd non-stop heel de tijd gekild door die saug die in mijn rug kwam. En ja, een ABR tegen een saug. Dat als je dat wint... Dan moet die persoon echt heel erg scheef zijn. Want anders verlies je het gewoon 99% van de tijd. Omdat het gewoon natuurlijk een veel beter wapen is. Maar ondanks dat hebben we wel lekker gespeeld. En we gaan heel veel kijken hoeveel headshots we nu in totaal hebben. Wat ik al dacht. We hebben 8 headshots gemaakt in het firing race potje. En dat houdt in dat we nu op een totaal zitten van... We hebben sowieso de Massacre Camel voor de 75 headshots. 76 in totaal. Dus we hebben er nog maar 24 te gaan. En daarna hebben we de eerste 9 camo's vrijgespeeld. En hebben we er nog 5 te gaan met andere uitdagingen. Dus we gaan de volgende keer gewoon weer verder natuurlijk. Mocht u nou hebben genoten, ram dan op die like-knop. Zou ik super, super doof vinden. En hopelijk ook weer zoals altijd. Tot de volgende keer. Bye bye mensen.